Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een Naked Shop vlog. En ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Mijn make-up ziet er niet uit. Echt sorry. Maar ik ga deze week mijn wimpers laten doen. En het is gewoon even een chill dagje. Ik zie hier ook allemaal bronzer zitten. Dus niet te veel op letten. Maar ik heb echt een mega leuk pakket van Naked mogen ontvangen. Dat is mijn maandelijkse samenwerking met kortingscode. Kortingscode is Janette20 voor 20% korting. En ik ga de zak even pakken. Ook deze maand weer een mega grote zak. Echt al mijn kleding bestaat bijna uit Naked. Het is echt bizar. En ik heb dus weer een shoplog. Ik ga alles aandoen. Ik ga alles laten zien. Ik ga mijn tips met jullie delen. En ik heb nu ook wat zomeritems. Want ik ga namelijk bijna op vakantie naar Bonaire. Dus ja, ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een leuke comment achterlaat met bijvoorbeeld je favoriete item. En dan laten we maar snel beginnen. Ik hoop niet dat het te donker is, want dit is dus ander licht. Misschien is dit beter, maar dan zie je misschien schaduw. Ik denk dat ik het toch met het licht aan ga filmen. En we gaan het pakket lekker openmaken. Als eerst heb ik een tasje uitgekozen. Niet iets wat ik normaal echt zou kiezen. Maar ik vond het er echt leuk uitzien. Nou, groene is de laatste tijd echt helemaal rot natuurlijk. En ik zag dit hele leuke tasje. En hij heeft dus zilveren details. En dat is natuurlijk mijn lievelings. Dus ik dacht, deze moet ik gewoon kiezen. Het is echt een perfect tasje. Je telefoon past erin en dan passen er ook nog dingetjes bij. Hij is niet super groot, maar wel heel erg leuk om zo te dragen. Bijvoorbeeld bij een zwarte outfit en dan gewoon dit tasje erbij. Echt prachtig. En hij heeft dus een zilveren rits. Ik zal even kijken, maar er zitten ook nog extra vakjes in. Dus dat is ook super fijn. Echt een heel leuk tasje. En met mijn code Janette20 krijg je dus 20% korting. Dus dat is het eerste item, dit superleuke tasje. Het volgende item is echt een mega leuke trui. Ik ben echt zo benieuwd. Deze. De stof zag er echt super zacht uit en dat klopt ook. Het is dus echt een beetje zo'n soort harig stofje. Echt super mooi. En daar heeft hij dus zo'n wit patroontje op. Ik hou hier echt heel erg van. En ze hadden hem dus ook in zwart met wit. Maar ik dacht, laat ik een keer voor beige gaan. Ik heb nu toevallig wel ook beige aan. Maar heel veel zwarte items. Ik heb hem in een maat XS, want Naked valt natuurlijk best wel groot met sommige dingen. En ik denk dat dit gewoon precies goed valt. Echt een mega fijn stofje. En ik denk dat deze trui heel lekker warm is. En ik dacht misschien leuk om een keer te proberen met een witte broek. Maar kan natuurlijk ook met een andere kleur broek. En hij heeft hele mooie ballonmouwen, zoals je kan zien. En dan loopt hij zo aan het einde weer wat strakker. Echt prachtig. Ik denk dat dit echt een van mijn nieuwe lievelingstruien wordt. Dit is de trui. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind het nekje sluit goed aan. Ik vind het alleen echt geen XS. Want hij is echt best wel oversized zoals je kan zien. Ik hou ervan en ik vind het daarom ook leuk dat ik deze maat heb gekozen. Maar daar moet je dus wel rekening mee houden. Hij is echt mega zacht. En ja, gewoon echt een hele fijne trui. Dus ik kan niet wachten om deze te dragen. Ik vind het patroontje het ook helemaal afmaken. Ik weet nou niet of ik nou ook die broek had uitgekozen. Maar dat gaan we zo zien. Ik had ook schoenen gekozen. Zou ik daarmee beginnen? Ja, ik ga die pakken. Ik zag namelijk hele leuke hakjes. En ik heb op zich wel hakken en ik draag het bijna nooit. Alleen ik wilde gewoon wat lagere hakjes. En ik vond deze echt prachtig. Ik ga ze eruit halen. Komt helemaal in zo'n mooi doosje. Oh ja, deze zijn echt top. En dat zijn namelijk deze zwarte hakjes. En dan heeft hij dit heel erg mooi. En je kan dit dus zo helemaal om je benen heen wikkelen. En dat vind ik echt prachtig. En dan heeft hij een best wel laag hakje. Dus ik hoop dat ik hier goed op kan lopen. Ik zal even in beeld zetten hoe het bij mij zit. Maar ze zijn echt prachtig. En ik heb deze in een maatje 38. Ja, dus ik heb nieuwe zwarte hakjes. En ik dacht ook wel heel erg leuk voor vakantie. Nu dus hopen dat ze lekker lopen. Maar omdat dit wat breder is, verwacht ik van wel. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Dus dat zijn deze hele leuke hakjes. Oh ja, ik heb die broek toch uitgekozen. Het is wel echt een hele andere kleur dan ik had verwacht. Ik ga hem er eventjes uithalen. Nou, ik ga hem eerst even uit de verpakking halen. Want dan kan ik laten zien wat ik bedoel. Ik wilde namelijk heel graag een witte pantalon. En er stond dus bij dat deze wit was. Maar hij is dus wel echt best wel een beetje beige. Ik vind de broeken van Naked echt top.
En ik heb deze in een maatje 38. Heel erg mooi. En dan heeft hij zo'n dubbele sluiting met een knoopje. En ook zo'n schuifdingetje. Vind ik zelf heel erg fijn. Er zitten zakken in. Ik ben alleen bang dat hij misschien doorschijnt. Maar dat moeten we zo even proberen. En ik dacht, dus heel leuk, wit met die trui. Nou, het zou op zich wel kunnen. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik had hem wel gewoon iets witter verwacht. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar ik vind hem alsnog heel erg mooi. Ik ben alleen bang dat hij misschien heel erg doorschijnt. Maar dat moeten we straks maar eventjes kijken. Echt een hele mooie broek. En dan loopt hij gewoon wijd uit aan de onderkant. Echt zo'n straight leg. Ja, en die broeken van Naked zijn echt wat duurder. Vind ik ook. Maar ze zijn wel echt de kwaliteit waard. Dus dat is deze hele leuke broek. En dit had ik eigenlijk nog helemaal niet. Ik heb echt veel lichte kleuren. Want hierna komt namelijk nog meer lichte kleuren. Ik heb de broek aan en hij zit echt top. Ik vind het echt een mooie kleur. Ja, alleen hij moet dus echt een beetje gestreken worden. Want hij heeft helemaal van die gekke dingen. Maar de maat is echt top. En ik zou hem hier ook heel leuk boven vinden. Ja, nee, dus deze broek ga ik echt zeker vaak dragen. Hij schijnt ook helemaal niet door volgens mij. Dus dat is ook heel erg fijn. En ik heb hem dus in een maatje 38. Dat was wel echt zeker nodig. En hij is ook precies lang genoeg. Dus dat is deze broek. Echt mega blij mee. Ik heb namelijk een joggingpak besteld. En in het wit. Nou, de joggingpakken van Naked zijn ook echt top. En ik zag dus een hele leuke echt wit voorbij komen. Dat wilde ik dus eigenlijk bij die broek ook. Ik heb de broek in een S. Die ziet er eigenlijk echt perfect uit. Dus het is gewoon een wit joggingpak. En ik dacht ook heel chill om in te vliegen. Dus ik denk dat ik die met vliegen aan ga doen. En dan heeft hij het zo. Echt prachtig. Echt een hele dikke stof. Maar ik dacht ook leuk voor gewoon een fotootje. Gewoon een helemaal witte broek. En ik hou echt van dit hele witte. En daarbij hoort een trui. Die trui was een beetje anders volgens mij. Die was niet helemaal wit. Nou, ze passen in ieder geval perfect bij elkaar. De witte trui en de witte broek. Geen kleurverschil, dus dat is echt top. En de trui heeft dus zo'n hoge nek. Heel leuk. En dan heeft hij hier een tekst staan. Ik weet niet wat er staat. Zo, maar dat vond ik er heel leuk uitzien. En ik dacht, dan heb ik gewoon een nieuw joggingpak bij elkaar. Het is wel dezelfde kleur, toch? Ja. Heel chill voor om in te vliegen. Oké, het joggingpak vind ik helaas niet zo heel mooi. De stof van de trui is echt anders dan die van de broek. En dat zie je dus daardoor ook wel een beetje. Ik vind dit een beetje een dunne, lange stof. Zo, het zit echt een beetje als een zak. Terwijl dit gewoon een 34 is. Of een XS. Dus ik zou hem dan hieronder dragen. En de joggingbroek zit op zich wel prima. Maar ik vind het gewoon niet echt een hele erg geslaagde set. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Maar dat is dus het joggingpak. Ja, ik hou hier gewoon niet zo van. Het is gewoon een beetje te rommelig of zo. Dus helaas. En deze trui heb ik in een maatje XS. En die valt best wel oversized. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ik vind dit meer echt een M. Dus ik dacht, hoe leuk is dit joggingpak voor een foto. Maar ook gewoon om in te chillen of om in te vliegen. En dan kan je de broek ook beter zien. Dit is die ene broek van daarnet. En dit is de witte broek. Dus dit is niet echt helemaal wit. Maar wel alsnog heel mooi. En dan heb ik nog een heel leuk item. Iets wat ik ook echt nooit zou kiezen. Maar wel echt prachtig vind. En dat is namelijk een lange rok. In deze echt hele mooie blauwe kleur. Kijk. Zo. Dit is de rok. En hij is dus mega lang. En heeft hij aan de onderkant een split. Deze had ik genomen in een maatje 38 en ze noemen de kleur Strong Blue. En ik denk echt dat dit heel mooi kan zijn voor op vakantie. Hier is hij dus een beetje geplooid. Als ik het goed zie. En hij heeft hier ook aan de zijkant een rits, dus dat is mega fijn. Want meestal draag ik het niet over mijn billen, maar daarna gaat het wel goed. Dus dat is deze rok. Ik ben echt heel benieuwd hoe die mij gaat staan. Ik weet niet of ik er aanbeelden van kan maken, maar ik ga het proberen. Dus dat is deze hele mooie rok. Oké, ik heb de rok aan. Als eerste, hij zit wel heel erg lekker. Maar hij is echt mega erg gekreukeld. Dus dat is een beetje jammer. Moet je even doorheen kijken. Maar ja, hij zit wel lekker. Maar ik vind hem gewoon niet super, super mooi. Ja, mijn benen zijn nu ook niet bruin. Maar even voor het idee.
is het gewoon net niet. Dan waren dit de items van Naked. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En zeker even een reactie achterlaat met jouw favoriete item. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!